Kom, door, hop. Kom, hop, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Kom aan, doorgaan. Hop. Kom, hop. Kom, tot de 10, tot de 10, hè. Kom, kom, hop. Het is de eerste gelegenheid in Nederland waar je dus alle 5 motorische grondeigenschappen kunt trainen. Je kunt kracht doen, je kunt snelheid doen, je kunt uithoudingsvermogen doen, je kunt coördinatie doen en je kunt snelheid doen. Dat zijn natuurlijk de zaken die heel belangrijk zijn. Kom. Kom, Kalina, kom, kom, kom nou. Hop. Nog 4, 3, 2, 1, 0. Oké, stop maar, stop maar, stop maar. Hij begrijpt wat ik wil bereiken en zijn manier van training is wat ik nu nodig heb. En vandaar dat ik hier ben. Wat wil je bereiken? Ik wil sneller worden, explosiever en een lang seizoen kunnen spelen zonder blessures. Ik heb altijd een bewegingscentrum willen openen omdat ik dit vanuit Amerika en vanuit Engeland ken. En het verbaast me altijd dat wij dit in Nederland niet hebben. Meestal zie je dit soort ruimtes helemaal vol met apparaten. En dat is iets waar ik op tegen ben. Zo min mogelijk apparaten en alles vanuit de beweging. Dus je moet kunnen touwklimmen, je moet kunnen opdrukken. Alles van zaken moet je kunnen doen. Rustig terug. Ja, dat is wat Errol mij aandoet. Robert, waarom ben je hier nog bij Errol eigenlijk? Nou ja, ik ben natuurlijk 6 maanden geleden gestopt met atletiek, met topsport. Na 2 Olympische Spelen scheurde ik de pees onder mijn voeten, scheurde ik af. En ja, dus heb ik er eigenlijk een eind aan gebreid. En nu, dit is natuurlijk een fantastisch centrum. En ik kom de training bij al geven. Ah. Dus ik ga hier de... Zo, je hoort buiten adem. Jammer vind ik dat iedereen overal verstand van heeft tegenwoordig. Ik heb in de ruimte ruimte gelaten voor een bokstrainer. Omdat ik daar geen verstand van heb. Ik heb geen verstand van voetballen, ik heb geen verstand van tennissen, ik heb geen verstand van honkballen, maar wel van bewegen. En als je zo'n beweging verder wil ontwikkelen, moet je wel die mensen inschakelen. Dat is beter, dat is beter, dat is beter. Dan wordt die pas groter en dan zit er meer power achter, hè? Hij is voor mij zeer belangrijk in mijn wendekeren, mijn draaien, mijn snelheid. En voor mij is dat alleen maar een meerwaarde in mijn carrière. En ietsje meer je heup ook indraaien. Ja, goed zo, goed zo. Wat? Ik vind dat ik aantoonbaar wel echt sneller ben geworden. Ik wil heupen, dat soort dingen wil ik zien. Ja? Kom niet. Sneller, kom sneller. Hop, kom sneller. Hop. Lossen met je bovenlijf, kom maar, lossen met je bovenlijf. Kom, kom, lossen. Hop. Errol is geen tennisleraar. Met Errol doe ik verder vooral voetenwerk. En met onze eigen tennisgroep trainen we hier ook op de tennisbaan. Dus dan heb ik mijn eigen tennistrainers gewoon hier erbij, met Errol samen. Is het belangrijk, voetenwerk voor een tennisser? Zeker, dat is heel belangrijk. Je moet altijd goed voor de bal staan en veel ballen halen. En ja, dat scheelt heel veel. Ben je zelf nog een beetje fit? Ik zou zeggen, daag me uit. Ja, een partijtje tennis durf ik wel aan met je. Ja, tennis wel, ja. Maar ik denk de rest... Op zo'n baantje, atletiekbaantje, ben je sneller dan ik? Ik weet het wel zeker.